Hij dus wel mogen blijven staan door Grégory Promont. Papessi, die is terug fit, maar Margueron blijft het vertrouwen genieten. Kasbach, dat is een cadeautje voor Reinders. Kan die daarvan profiteren? Tom Reinders, scherp ook 0-1. Tom Reinders, dankjewel, zegt hij. De man die al topschutter was, doet er nog eentje bij. Nummer 5 van het seizoen en de 0-1 voor Beerschot. Eigenlijk de eerste keer dat ze daar opduiken, maar Mathieu Kasbach, geel gepakt. En nu een cadeautje. Een heel vroeg Sinterklaasgeschenk van die nummer 10 van Seraing voor deze Tom Reinders. Dan moest hij even zoeken. Kijk, niet gekeken wie er in zijn rug staat. Maar daar staat Tom Reinders. Dan was er nog een beetje werk. Maar vindt het gaatje. Margueron die duikt nog wel. Het leek even moeilijk te worden voor deze Tom Reinders. Maar doet dat beheerst. Doet dat cool. Dat is de man met het vertrouwen. Wijmans trekt op avontuur van Himbeek. Daar is hij weer. Maar opnieuw een vrij zware controle. Keita, Reinders gaat naar Zita, schieten. En de save van Margueron in twee tijden. Wijmans lag nog op de loer. Een vrije hardschot van Zita. En Keita, klein foutje bij Margueron. Charlie Keita, kijken we nog eens naar die knal. Nu ja, knal, dat is een beetje overdreven, maar toch, je weet maar nooit. Reinders opnieuw. Keita laat die bal voor Sanusi. Dat is goed bekeken. En was het dan buitenspel van Reinders? Nee, vlag blijft naar beneden. Daar is Miché. Afleggen voor een Zita. Kan hij nog schieten? En Margueron zet alle zeilen bij. Wijmans met Reinders. Reinders in de 16. Afleggen. Schot en de save van Margueron. Geen herneming. Opnieuw Margueron. Miché met een grote kans voor Beerschot. Gecreëerd door Reinders, zeg maar. En dan Margueron zweeft er naartoe en kan dan plukken. Bijna opnieuw een call van Miché. De man van de 0-1 vorige week in Roeselare. Reflex, een doelmanreflex bij Miché. Keita in duel. En daar zijn ze, daar is Miché. Nee, voorlangs gezet. Grote kansen opnieuw op de 0-2. Deze was nog een heel stuk groter dan die kans van daarnet voor Miché. Maar ja, die verre hoek die ligt helemaal open. Maar kan zijn schot niet kadreren tegen een overmacht. En Kilota mag door. Segbe vraagt hem aan de tweede paal. Daar komt Metanier. Oelalalalala. Romain Metanier met de volgende mogelijkheid voor de thuisploeg. Opgedoken hier aan de tweede paal. Die bal komt ook door. En dan is het wel hard. Wijmans combineren met een Zita. Oh, dat is een flinke schreeuw van Marco Wijmans. Die kon je tot hier van boven horen. Pirard die wuifde dat meteen weg. Matisse. Marco Wijmans nog steeds op het natte gras. Maar we blijven doorvoetballen met Le Point en Kasbach. Beerschot gaan ze nu zelf die bal buiten zetten. Ja, dat doet Tom Reinders ook. Want Wijmans die ligt hier nog naar dat been te grijpen met de grimassen. Het was een duel met Le Point. Daar komt Le Point, wil die bal halen, staat op de voet bij Wijmans. Pirard die wilde er niks van weten. Wijmans kan lopen, maar Metanier zit ertussen. Oh, en dan weer een cadeautje van Kasbach. En nu de save van Margueron. Ja, zo begon de partij en zo eindigt de eerste helft ook. Kasbach met een foute terugspeelpas. Deze keer kan Margueron lachen, want het loopt goed af. Maar ja, moet daar toch echt wel mee opletten. Mathieu Kasbach, ja, het was een beetje Matties. Even blazen en dan voor de pot gooien. En een kopbal over Sanusi. Dook daar naartoe. Om het op 0-1 te houden. Kasbach, dat is een goede bal. Douan
Segbe kiest positie met dan hier ook Douan. Een makkelijk balletje voor Matthias. Wilde de verste hoek zoeken, Douan. Dembele. Wat nu? Serrain, wat nu? De Metalloos. Misschien nu via Kilota. Douan is erbij. Kilota gaat zelf. En dan gestuit Kilota. Nog eens kijken, daar is die actie. Kilota toch onder bij Beerschot, maar waar is die overtreding dan? Daar komt Kilota. Aangetikt, lange been van Konstantopoulos. Geen twijfel bij Piraar, maar ja. Krijgen we de 1-2, krijgen we de aansluitingstreffer en opnieuw spanning in de partij. Daar komt Segbe, legt hij rustig binnen. 1-2 is daar. Matthias mag doen wat hij wil. Segbe liet zich niet uit zijn lood slaan. En dus meteen de aansluitingstreffer voor Saint. Het was een beetje vreemd dat er zo weinig protest was bij die mannen van Beerschot. Maar inhouden even, dan probeert Matthias dan nog te zeggen dat hij helemaal inhoudt. Een citaat tot bij Reiners. En de save van Margueron, ja. Hoek was scherp, maar toch. Het moet lopen. Konstantopoulos. Ze willen niet zomaar die 1-2 verdedigen, helemaal niet. Miché, Reiners, ja, op zich niet slecht geprobeerd. Proberen die rechterbovenhoek te vinden. Tom Reiners op aangeven van Simeon Miché. Margueron had het al snel gezien dat het niet gevaarlijk zou worden. Weer heel veel benen op de kleine ruimte. Foutje van Rayot. Tweede geel, Lilian Rayot. Ja, de schorsing was er al, maar nu mag je ook nog gaan douchen. De invaller die zijn tweede gele kaart pakt op vrij korte tijd. Ja, Piraar heeft geen genade met Rayot. Daar komt die bal. Margueron zit erbij. De save van Matthias. Margueron zat daarbij. Maar de ene doelman gunt de andere zijn moment de gloire niet. Bijna de gelijkmaker van die doelman. Het is wel degelijk Margueron die erbij zit. Goeie save, Matthias. Duikt prima naar die benedenhoek.